Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video met Murdas Does Games. Ik heb een beetje rondgespeeld vanmiddag met een nieuw deck, zoals je rechtsboven kan zien. Het is een musketier mirror combinatie en ik heb daar een hele leuke replay van. Ik heb vanmiddag een beetje rondgespeeld en een daarvan wil ik graag met jullie delen. Dat is deze. Gelukkig begin ik gelijk met Elixirpomp, dat is het beste om mee te beginnen. Ik selecteer hem gelijk en ik wacht tot mijn elixir vol zit. En op dat moment drop ik hem ook gelijk. Wat minder fijn is dat wanneer ik hem drop, hij gelijk een raket selecteert. En de elixirpomp volledig plat bombardeert. Maar op dat moment heb ik ook genoeg elixir om mijn mirror te gebruiken. En ik mirror hem naar een niveau hoger. Ik heb hem zelf op level 4, de elixirpomp, en ik kopieer hem met de mirror naar level 5. Dus wat dat betreft, de beste van de twee mag blijven staan. Hij heeft hier een goblin barrel waar hij ook nog wat schade aan toevoegt aan mijn toren. Maar het is niet heel veel, het is in totaal maar 1000. En dit is dan mijn eerste push. Hij heeft een bomb tower, dat is een hele sterke counter, vooral voor die goblins. Die zijn echt in één keer dood. En dit is dan mijn eerste push aan zijn rechterkant. Ik gooi gelijk een poison neer en die goblins die smelten gelijk. En kijk eens wat voor schade ik nu toevoeg aan zijn rechter toren. De allereerste push, eigenlijk niet echt een hele sterke push. In totaal misschien 11 elixir qua kosten. Sterker nog 10 elixir. En zoveel schade al toegediend. Ik drop wederom mijn level 4 elixir pomp. En hij doet weer exact hetzelfde als wat hij net deed. Een rocket. Schade aan mijn linkertoren en natuurlijk het wegnemen van mijn elixirpomp. Maar goed, ik heb een mirror klaarstaan voor mijn elixir die moet door blijven gaan. Het is op zich wel een goede trade, want mijn elixirpomp is 5 en zijn rocket is 6 elixir. Nu wordt het tijd voor een tweede push vanaf mijn kant. Ik laat de giant achteraan beginnen, zodat wanneer die bijna voor is, dat ik dan weer met 10 elixir een aanval in elkaar kan zetten. Ik drop mijn goblins vlak bij de bomtoren. Helaas wordt hij gelijk gesloopt. Hij dropt zijn giant skeleton. Het is tijd om hem af te geleiden met een cannon. Aan de rechterkant heb ik de mirror gebruikt nu al voor mijn musketier. En mijn musketier helpt ook nog mee met verdedigen. Gelijk na het verdedigen worden ze ingezet als aanval. En ik pak zijn rechtertoren vrij snel al. Nu ga ik in één keer doorpushen naar zijn kasteel. En dat was mijn derde musketier al. Helaas kost het mij wat meer elixir als 9, want als je in arena 7 zit kan je 3 musketiers droppen voor 9 elixir. Maar ik heb het met een mirror gedaan. Ja goed, en wanneer je 3 level 5 musketiers op het veld hebt en ze kiezen het gebouw uit om aan te vallen, ja dan weet je gewoon dat je in de problemen zit. Oké, nou gaan we ook nog even een live partijtje doen. Voordat we dat gaan doen gaan we even een zilveren kist openen, want wie weet pakken we straks een magical chest. Oké, verder niet heel veel bijzonders. We hebben in de chat hebben we een card request. Die gaan we ook even doen. En dat wordt de musketier. Die heb ik bijna level 6 nu. Oké, dan gaan we nu een eerste partijtje draaien. Oh, een eerste live partijtje moet ik zeggen. Tegen iemand met 704 trofee. Prima. We beginnen wederom heel sterk met een elixir collector. Dus dat is altijd mooi. Spelen tegen iemand uit Frankrijk, gezien de vlag. Hij heeft ook een elixirpomp, maar level 3. Helemaal goed. Dan gaan we aan de rechterkant aanvallen, want als ze doorlopen kunnen ze eventueel de elixirpomp pakken. Vlak voordat de elixir vol zit, drop ik mijn giant. En hij gooit arrows op zijn eigen toren. Volgens mij was dat een foutje. Oeps. Oké, hij heeft ook een musketier. Helemaal goed, maar wij hebben er 2. Waarschijnlijk was hij er niet helemaal klaar voor. En gelijk daarna droppen we de poison op alles wat hij heeft. Oké, hij brengt een hele goede counter. Dit is een eerste aanval. Dit kost hem zijn elixirpomp en heel veel units. We gaan hem nu de barbarians even afleiden. En wat dat betreft hebben we prima schade gedaan, bijna 800 volgens mij. En voor de rest geen schade opgelopen nog, dus dat is een hele goede trade wat mij betreft. Mijn tweede pomp gaat neer en zijne is al lang weg, dus wat dat betreft ook weer winst. Hij weet nu ook wat wij gaan doen als aanval. Oh, hij heeft ook een mirror, hij heeft waarschijnlijk eenzelfde soort strategie in gedachten. Gaan we kijken of hij hier een antwoord op heeft.
Het lijkt erop gewoon wel. Dan gooi ik goblins erachter om de musketiers te beschermen. En we zappen hem. Oké, de schade is redelijk beperkt gebleven. Wederom 800 schade. En hij komt nu met een goede counter. We moeten helaas nu de poison gebruiken voor de minions. Anders dan worden wij ook gigantisch aangevallen. Zo, schade is nog beperkt gebleven. En tot nu toe heeft hij nog geen goed antwoord gehad op mijn push aan de rechterkant. Dus dat gaat de goede kant uit. We droppen een elixir collect aan de linkerkant. Hij heeft een P.E.K.K.A. Oké, daar was hij waarschijnlijk mee aan het wachten. Hij gooit een derde pomp neer. Oké, geen probleem. Wat we nu gaan doen is een musketier droppen en gelijk de tweede droppen. Daarna gaan we de poison neergooien. En we pakken zoveel mogelijk units tegelijk. De poison tast bijna alles en iedereen aan. Zo. Kijk, dit gaat mooi. We hebben nu 3 musketiers op het veld. 4. Oh nee, sorry. Dat valt mee. De schade is nog redelijk beperkt gebleven. Hij heeft een tweede pack op het veld. Helemaal goed. Wij droppen onze elixir, want die moet wel blijven komen. Hij vergeet waarschijnlijk zijn elixir door te zetten. We gooien een poison spel neer. Nu moeten we deze mensen even gaan afleiden, want als hij nu bij die toren komt, hebben we een probleem. En volgens mij hebben we een probleem. Ja, oké. Nou goed, niet elke strategie werkt. Heel toevallig heeft hij dezelfde strategie in gedachten. Kan gebeuren. 30 trofeeën zijn we verloren, maakt niet uit. Hij heeft exact dezelfde strategie had hij geregeld. En kijk, daar was mijn eerste musketier al. De tweede musketier ook al. Die kunnen we bijna naar niveau 6 upgraden. Heel goed. Nou goed, wat ik zou zeggen. De P.E.K.K.A. P.E.K.K.A. dubbel musketier strategie is op zich ook een hele sterke. Heel toevallig pakte hij dezelfde als mij. Ik ga meer van dit soort video's maken. Ik hoop dat jullie ze leuk vonden. Als je ze leuk vindt, abonneer dan bij mij. Vind je de video's leuk, like ze dan. Geef comments en geef tips en tricks en wat dan ook. Voor nu, einde van dit filmpje. Ik hoop jullie weer te spreken. Ik ben ook weer op Twitch vanavond. Wie weet zie ik jullie ook. Oké, later.